Uno, dos, tres. Yo, beste kijkers van Gladjakkers Extra. Je kijkt weer naar een gloednieuwe aflevering. Ik loop nu naar het station, want ik ben onderweg naar Levi van het YouTube-kanaal Niks Hap. En we gaan lekker even samen een paar biertjes drinken. En nu ik hier loop, voel ik druppels regen. Dus ik hoop dat het niet gaat regenen, want het zou fucking vervelend zijn. Maar ik zit straks gelukkig in een droge bus. Het is 5 uur, ik heb nog 17 minuten. Het is 10 minuutjes lopen, dus als het goed is gaat het precies goed. Daarnaast wil ik jullie natuurlijk gewoon super erg bedanken voor de 2000 subscribers. We zijn in een korte tijd echt van 1000 naar 2000 abonnees gegaan. En daar zijn we ontzettend blij mee. Dus fucking bedankt daarvoor. En we gaan gewoon lekker door, want er komen nog heel veel leuke dingen aan. Ben jij nog niet een van die 2000 subscribers? Abonneer dan zeker nu even op ons YouTube kanaal. Want dan mis je niks. En doe alvast een blauw duimpje omhoog op deze video. Zijn we hartstikke blij mee. Weet je wat het wel super ziek maakt? Als je met de bus wil, dan heb je zo'n super chille app 9292. Dan weet je precies welke lijn je moet pakken en hoe laat je vertrekt. Dat vraag je niet. En ik heb wat tijd op. Ik kan nog even lekker gaan zitten. Nou, ik zit in de bus. Ik ga zo richting Adorp. Ik ben echt ruim op tijd. De bus kwam snel, zelfs gewoon 10 minuten te vroeg aanzetten. Dus ik zit nog gewoon even lekker in de bus te chillen. Ik vond het altijd super, super chill. Eigenlijk, zeg maar, een jaartje terug studeerde ik nog. Ik ging altijd met de bus ook naar de universiteit. En dan was het nog wel eens dat je s'avonds een behoorlijk zware avond had gehad. Dat je best wel laat had gemaakt. Dan moest je morgens best wel vroeg weer op de universiteit zijn. En dan kon je altijd nog zo dit 3 kwartiertjes zo in de bus. Kon je nog lekker even pitten. Even bijslapen en dan was je ook weer mooi uitgeslapen als je op de universiteit kwam. Ik ga zo richting Adorp. Als het goed is het ongeveer 3 kwartiertjes. Dus we zijn er ook nog wel een keertje. Wat ik vandaag gedaan heb is eigenlijk een beetje vanmiddag een beetje video's lopen editen. En aan het eind van de middag heb ik eventjes lekker op het terras gezeten met een van mijn vrienden. Dus het is een super chill programma. Even lekker chill. Even lekker rustig aan doen, want de afgelopen dagen best wel veel geëdit, zoals je zag in de vorige Gladjakkers Extra. Dat we tot 4 uur in de nacht met Bram van de Kniebus hebben lopen editen. Wat helemaal niet erg is, want het is echt super leuk en de video is ook super gaaf geworden. Maar dan is het chill dat je gewoon even lekker met de bus ergens heen kan. Even lekker ontspannen. Van actie krijg je een reactie. Dan moet je al proberen te vervelen. En als je opgewekt in de bus zit, ik druk bij mezelf, ik ben altijd opgewekt. Altijd vriendelijk goede dag zeggen. Dat vind ik ook wel belangrijk. Je zit natuurlijk in de bus, het moet wel van A naar B vervoerd worden, maar goed, met een zacht geleden buschauffeur, ja, dan voelen de mensen zich vaak ook niet prettig. Goed, je moet mensen ook op gemak stellen. Nou mensen, ik ben aangekomen in Almelo Centraal Station. Ik heb net even lekker met deze buschauffeur gepraat, meneer. Bedankt voor de rit, gastgezellig. Ja. Mooi praatje gehouden. Nou, hey, dankjewel. Succes, hè. Dankjewel. Nou mensen, zoals je ziet, ik ben aangekomen bij Levi. Wij gaan nu eventjes proberen een ABN te praten. Dat gaat ons niet lukken. We gaan doen alsof we ABN kunnen praten. Zullen we gewoon normaal doen? Doe gewoon normaal. Niks op kent geen fans. Oh, kun je maken. Dan heb ik het twee. Oh. Jij neemt meteen 2? Ja, ik heb dorst. Kijk wat er al klaar staat. De pizza's liggen al gewoon fucking shit. Gewoon klaar. Ik wil niet meer weg, man. Bier opener. Kijk, dat is... Kijk, dan heb je een bezem. Kijk, ik kun je gewoon mee openen. Mijn is open, dat is veel geen moeite. Het ziet er fucking lekker uit. Ja. Maar kan ik jou verblijden met een pizzaatje Giro? Ja, lekker. Ik lust wel iets. Een beetje knoflook erbij. Iets. Levi, steek dat ding eens aan, joh. Steek dat ding eens aan, jongen. Belangrijk is dat je, zeg maar, dunne houtjes hebt. Dunne houtjes. Die gooien. Dunne? Hey, pizza! En die houtjes die gooi je, zeg maar, in een korfie. Nou, hier een oude wasmachine trommel. Dan pakken wij aanmaakspul. Dit is licht ontvlambaar, dus voorzichtig mee zijn. Nou, een goede pizza, hè? Lekker. Een goede pizza. Dan leggen wij de pizza hier neer. Hier zo. Waarom? Omdat wij hem een beetje warmer willen hebben. Een warme pizza is altijd lekkerder, geef toe. Mm-hmm. Ja, absoluut waar. Je doet een klein beetje van de aanmaakvloeistof, niet te veel. Hebben wij deze mooie lucifers. Nou, daar gaat hij, hè? Uno, dos, tres. Ah, hallo, vuur! Let there be fire! And we got fire! En binnen de kortste keer is je pizza weer opgewarmd. Oh, lekker! Wat lekker! Kijk, Bram is natuurlijk Bram is een hele lieve jongen. Maar er is, zeg maar, één dingetje. Er is één ding waarmee je hem het allerblijst kan maken. En dat is een biertje. En daarmee ga ik hem nu even heel erg blij maken. Jongens, ontzettend blij! Ah, shit! Ja, van licht. Zit ik hem nog vol op de pan? En weet u wat de dokter zei? Liever te dik in de kist. Was een leuke avond. Ik wil jullie bedanken voor alle gezelligheid. En niet abonneren op ons, niet op hun.
Wie is het? Moet je op kanaal ook weer? Ah! Ja. Wat een thumbnail. Zoenen met niks af. Thumbnail. Zoenen met niks af. Dankjewel. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. Laat even weten wat je ervan vond. Ja, abonneer ook even op het kanaal van Niksap. Hè? En vond je deze video super leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op ons YouTube kanaal. Dus volgende week weer terug. Is dat zo? Volgende week.